Als je met fotografie wilt beginnen, is een van de eerste stappen het kiezen van een fototoestel. Voor we verschillende toestellen gaan bespreken, zou ik graag het verschil tussen analoog en digitaal uitleggen, de voor- en de nadelen bespreken, en wel omdat ik denk dat analoog voor beginnende fotografen vaak de betere keuze is. Een analoog fototoestel zoals deze camera kost de combinatie van standaard lens 50 mm 1.7 en toestel, de Minolta X500. Deze combinatie kost met moeite 50 euro tweedehands. Dus al een groot voordeel is de aanschafprijs. Deze combinatie, vergelijkbaar van specificaties, dan heb ik het over de lens en de body. Deze combinatie is het goedkoopste instapmodel van Nikon. Deze combinatie kost om en bij de 500 euro. 200 euro voor de lens tot 300 euro voor de body. Deze heeft natuurlijk wel autofocus, wat deze dan weer niet heeft. Maar opnieuw, als beginnend fotograaf denk ik niet dat autofocus echt nodig is. Integendeel, ik zou durven aanraden om, als je begint, te leren werken met manuele focus. Wat zijn de voordelen naast de prijs van dit toestel? Elke opname, dus naast de kost van het toestel zelf, heb je ook de terugkerende kost van een filmpje. Een filmpje op zich reken voor zowel aanschaf van het filmpje, ontwikkeling, als het maken van afdrukken, reken grofweg 10 euro. Daar kun je op besparen door de film zelf te ontwikkelen. Dan heb je enkel nog de productkost van ontwikkelaar en dergelijke meer. En natuurlijk het filmpje in de eerste plaats. En opname maak je dan al of niet. Je bent natuurlijk niet verplicht om voor elk frame ook een afdruk te gaan maken. Juist doordat elke opname die je maakt je geld kost, ben je veel meer bewust van wat je op dat moment aan het doen bent. Dus je zal veel minder geneigd zijn om zomaar in een ronde weg te schieten en af te drukken. Je zal meer nadenken voor je echt afdrukt, juist omdat je maar 36 opnamen hebt. En dat is zeker een groot voordeel, bewust fotograferen. Dus je bent echt op zoek naar het juiste moment dankzij analoge fotografie. Een nadeel van de analoge fotografie aan de andere kant is dat je de 36 opnamen maakt en pas daarna je film ontwikkelt en eventueel afdrukken maakt. Dus het is pas na die 36 opnamen dat je echt feedback krijgt van je foto's. Pas dan kun je zien of je instellingen correct waren. En daarvoor is er maar één oplossing en dat is simpelweg per opname die je maakt, het nummer van het frame noteren en daarbij de instellingen die je gekozen hebt. Dus dan heb ik het vooral over diafragma, op de lens en sluitertijd hier. Als je die notities maakt, dan kan je achteraf perfect leren uit je fouten. Het alternatief, digitale fotografie. Dus zoals gezegd, deze combinatie kun je voor rond de 500 euro kopen, waarvan 300 euro naar de body en 200 euro naar deze uitstekende lens gaat. Deze lens is een 35 mm lens, maar doordat het filmoppervlak, of beter de sensor, het oppervlak van deze sensor kleiner is dan 35 mm kleinbeeldfilm, wordt die 35 mm omgerekend naar grofweg dezelfde 50 mm. Dus deze lenzen zijn vergelijkbaar. Deze heeft autofocus. Heel handig aan digitale fotografie is dat na de opname verschijnt het beeld meteen. Hierachteraan kun je meteen zien of je beeld al dan niet goed belicht was. Dus die feedback is er meteen. Om scherpte te gaan beoordelen moet je wel, dit scherm op zich is vaak niet voldoende, dan moet je gaan focussen en dan nog is het niet altijd even duidelijk of je beeld echt scherp was. Het nadeel van het feit dat elke opname zomaar gemaakt kan worden zonder dat er in feite een kost aan vasthangt, is dat je veel meer geneigd bent om zomaar in het los te gaan schieten. Je bent minder bewust van het moment, je bent minder bewust van de instellingen die je aan het maken bent. Dus je bent meer geneigd van 1000 opnamen te maken en daar 999 van te gaan verwijderen. Dan, terwijl bij analoge fotografie zou je dan juist die ene opname wachten op die ene opname. En als je denkt dat die niet gelukt is, misschien nog een tweede maken. Maar veel meer frames zou je aan een onderwerp niet verspillen. Terwijl hier schiet je erop los.